een bijzonder jaar. Ja, het is een heel bijzonder jaar. Wat schiet je gelijk te binnen? Relatie. Ja, natuurlijk. Met Jelle. Met Jelle. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik bedoel, dat was een hele lang gekoesterde wens van je. Ja, dat is heel natuurlijk gegaan en echt heel bijzonder en heel fijn. Ben ik heel gelukkig ook. Wat mooi, ja. Ja. En hoe lang is het nu al? In juni hebben we elkaar leren kennen, dus het is echt nog wel pril, een half jaar. Nou, wist Jelle jouw verhaal? Ja. Oké, okay, zei hij dat ook gelijk? Nee, maar toen kwamen we daar wel over in gesprek. En het eerste zat ze, ja, wat maakt mij het uit? En toen dacht ik al van, oké, dit is heel leuk. Wat mooi. Ja. Dat is voor jou ook, denk ik, elke keer een moment, toch? Ik bedoel, dat zag ik ook in jouw docu, dat toch, als mensen dat benoemen, een beetje je vrouwelijkheid wegneemt. Ja, daar ben ik altijd bang voor. Ja. Maar dat doe ik ook zelf. Hè? Ik voel mezelf in die situatie zo. Ja. En daardoor creëer ik ook zo'n situatie. Dat ligt echt niet altijd bij de ander. Er is niks waar ik me niet vrouwelijk voel. Maar op een relatie merk ik toch dat ik dan denk van, zijn er dan dingen waarin ik achterblijf? Ja. Ja. En bij Jelle heb je dat niet gehad? Nooit. Wat fijn. Nee, het eerste moment heb ik dat nooit gehad. Dat goed. Je hebt ook die docu gemaakt. Ja. Dat was ook voor jou een moment, denk ik. Dat je... Het was pittig, hoor. Ja, je hebt daar gehuild. Wat was het moeilijkste moment eigenlijk in die docu? Nou, ik denk over dat vrouwelijk zijn. Ja. Dat was voor mij wel echt een soort van... Ik ben altijd heel hard bezig om te laten zien. Maar ook omdat ik dat voel. Ik ben gewoon vrouw. Ondanks alle vooroordelen en wat mensen zeggen dat ik niet zo ben. Laat ik heel erg zien. Ik ben het wel. Ja. En om toe te geven dat er dus wel momenten zijn dat ik me niet zo voelde in bepaalde situaties, vond ik heel spannend. Want toen dacht ik, haal ik nu niet alles waarvoor ik heb gewerkt en de acceptatie en waar ik heel mijn leven mee bezig ben geweest en mijn gezin ook, sla ik dat nu niet in één keer onderuit. Ja. Hoe heeft hij die docu gekeken? Vond hij dat moeilijk? Ja, hij zat naast me. Ja. Hij vond het heel mooi. Ja? Ja, hij is echt wel zoals ik jou heb leren kennen. Maar hij had echt zoiets van, het is gewoon echt wie je bent. En de vrouw waar ik verliefd op ben geworden. Wauw. Ja. Je kan niet beter wensen. Nee. Echt een kerstcadeau. Ja, maar dat is sowieso een beetje gewoon dit hele jaar. En hij is gewoon zo lief. En het is, ik vind hem echt een lekker ventje. Wat leuk. Een lekker ventje. Echt een lekker ventje. En wonen jullie samen? Of, Nee. Dus wel nog even living apart together. Ja, en ik merk toch, we zijn allebei wel heel erg, ook toch een beetje van ons eigen ding. Ik heb hem net afgelopen dag de sleutel gegeven van mijn huis. Dat hij er in ieder geval zelf binnenkomt, dat ik de deur niet meer open hoef te doen. Ja, dat vond ik al, dat ik denk, oké. Je bent heel open, ook in het boek. Mm-hmm. En je schrijft echt over de transitie, hoe dat ging, de operatie. Ja. Straks zullen we het ook met jouw moeder nog even over hebben. Mm-hmm. Maar ook over kinderwens. Ja. En de vruchtbaarheid en eigenlijk dat je baalde dat je toen de transitie startte niet eicellen hebt laten invriezen. Van mijn moeder. Ja, van je moeder. Ja. Kinderen is voor mij gewoon heel lastig nu. Ja. Ik moet ook zeggen, ik heb altijd geroepen, ik hoef geen kinderen. Nee. En ik merk nu op punten in mijn leven dat ik denk van, het komt wel echt steeds meer naar boven. En misschien ook omdat je nu natuurlijk in een relatie zit en dat misschien ergens ook heel mooi zou zijn. Nou, dat is een van de weinige dingen waar ik echt spijt van heb, dat ik dat daar niet over nagedacht heb. Maar het had me een extra optie gegeven. Juist, ja. En dat is waar ik van baal. Nou, dat komt later. Je bent ook zo jong. Hoor. Ja, je bent echt jong. Ik was 16 toen ik de keuze maakte. Dan kan het, hè? Dan mag het volgens de wet ook. En dan ben je daar nog niet mee bezig. Nee, dus dat ik vraag me af in hoeverre kun je daar iemand op voorbereiden op die leeftijd. Yes. Van mij is er gewoon geen eicel. Nee. Het is er niet. Nu is onlangs mijn nichtje dan bevallen. Ja. Ik merk wel dat ik daar toch ook emotioneel van word. Ik vind het een heel mooi iets. Ja. En ik ben sowieso een emotioneel persoon. Ja. Maar ik vraag me soms ook wel af, oké, waarom huil ik als ik te horen krijg dat een kindje geboren is? Of als een vriendinnetje van mij weer vertelt dat ze zwanger is. Ik huil omdat ik zo gelukkig ben voor die persoon. Ja. Maar ik denk toch ergens ook dat er wel een klein beetje eigen verdriet in zit. Ja, dat er naar boven komt dan. En dan bel ik ook wel daarna mijn moeder op en dan ben ik best wel heel erg verdrietig. En dan, ik ben zo blij voor ze, begin ik dan het gesprek. En dan merk ik dat mijn moeder heel even wacht. Want daarna komt dan toch ook, maar ik denk dat ik ook heel verdrietig ben omdat ik het zelf niet kan. Ja, maar dat snap ik ook eigenlijk zelf ook wel. Want ik ben dan met Jeroen, dus ik ben ook uit de kast gekomen. Ja. En dan was het eerste wat ik dacht, dan kunnen mijn ouders geen open oma worden. Nou ja. En dat kan natuurlijk allemaal. Ben je enig kind? Nee, ik heb nu een neefje. Oh, mijn broer is net leuk. Vader geworden van Lofi. Ja.
Novi? Novi, ja. Een mooie naam. Ja, mooi hè? Ik, ben zo, ik vind dat zo leuk. En vandaag is een feestelijke dag. Ja. Jouw boek komt uit samen met je moeder. Ja, echt heel spannend. Ja? Hoe voel je? Ik voel me goed. Ja. Het is wel echt dat ik denk, oké, hij gaat nu dus bij mensen op de deurmat vallen. Waar ben je het meest nerveus voor? Er staat zoveel in natuurlijk. Ja. Er staan echt hele persoonlijke dingen in. Tijden dat het minder goed met me ging. Tijden dat het moeilijker ging tussen ons als moeder en dochter. Op een gegeven moment ging je als meisje naar school. Mm-hmm. Dat heeft ze wel laten gebeuren. Ja. Ja, we bedanken altijd elkaar. Ja. Zij zegt van ja, maar echt door jou dat je zo stellig was en zo altijd wist wat je wilde, konden wij daar heel makkelijk in meegaan. Want je gaf zo duidelijk aan wat je wilde. Als een kind van 6, ik vind het best wel. Als je ouders dat niet in meegaan, dan kun je niks. Nee. Ik kan niet op een 6 alleen naar het ziekenhuis. Ik kan niet. Ouders zijn de baas. Bij carnaval wilde jij in een prinsessenjurk. Ja. En toen heeft ze een berenpak aangetrokken. Ja, toen was je helemaal grommig. Die carnaval heeft mijn oma gewoon al gezegd van luister, mijn oma is er ook echt een topper in. Mijn oma heeft samen met mijn moeder ook echt zo dat gedaan. En mijn vader natuurlijk. Ja. Maar die heeft gewoon gezegd, weet je, ik neem dat kind mee naar huis. En ik heb nog in mijn verkleedkist van het logeren, als ze bij ons komen logeren, heb ik nog een sneeuwwitje jurk. Wat leuk. Ik trek die sneeuwwitje jurk aan en ik zet haar terug op die carnaval. En dat heeft ze gedaan en je had geen kind meer aan me. Ik heb gedanst, gesprongen en... Het was goed. Ik heb het boek gelezen, een gedeelte. Ja. Ik heb niet alles kunnen lezen. Maar ik vind het heel mooi geschreven. Ook persoonlijk. Dankjewel. Je zei ergens, het blijft tot aan de doodskist mijn verhaal. Dat ik het altijd zou moeten vertellen dat ik transgender ben. Ja. Is dat ook gelijk wat zo moeilijk is? Nou, moeilijk. Misschien wat soms een beetje vermoeiend is. Ja. Want het is niet moeilijk. En ik praat er heel makkelijk en heel open over. En ik weet dat het erbij hoort. Iedere stap die ik zet... Of dat nou voor werk is of persoonlijk, waar mijn verhaal aan hangt, hoop ik dat het een soort van positieve invloed kan hebben op de emancipatie van de transgender zijn en de LGBTQ community. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk heel mooi, dat er aan hangt. Maar het is soms wel vermoeiend dat je constant het verhaal... En ik denk ook altijd van, het is toch een keer klaar. Maar het is ook nodig, blijkbaar. En dat is het. Ja, er zijn dus heel veel ouders, maar ook jongens en meisjes die dat gevoel ook hebben. En is dat iets wat je ook, die rol die op je wil nemen, het rolmodel? Ik ben nu gekomen waar ik ben, doordat ik gewoon ben zoals ik altijd gedaan heb. Ja. Dus misschien moet ik dat gewoon blijven doen. Denk ik ook. En als dat een inspiratie mag zijn voor anderen, dan vind ik dat echt een cadeautje. En vind ik dat heel mooi. Ja. En dan wil ik het zijn. Dan vind ik het fijn dat ik dat mag doen. Je moet niet verwachten dat ik een goeroe ben of dat ik altijd alles goed doe. Want ik kan je vertellen, Aram, dat gebeurt echt niet altijd. Daar had ik ook niet de gedachte van. Nee. Je houdt ook van een borreltje en op je pizza heb ik je gezien. Ja joh, in de docu. En gezelligheid. Ja, maar het leven is toch ook te kort, jongens. Kom op. Ja. Jouw vader is niet in beeld vanwege zijn werk? Ja. Maar mijn vader is er zeker. Mijn vader en ik zijn echt twee handen op één buik. Ja? Ja, echt. Die man. Vertel hem ook alles. Echt. Oh, het goed. Alles. Had jij een rolmodel in die tijd? Ja, Kelly van der Veer. Kelly van der Veer van Big Brother. Ja, Kelly van der Veer was echt... Die kwam er vooruit ook. Ja, die was toen bij Big Brother, was zij echt op tv. En dat was voor ons net toen we met alles begonnen. Ja. Dus zij was wel echt mijn voorbeeld. Ik wilde ook altijd Kelly heten vroeger. Echt waar? Ja. De enige en de eerste die op nationale tv ervoor uitkwam dat ze transgender was. Dat was baanbrekend in die Jij tijd weet dat toen. Ook nog. Ik als mij als jongen goed. Dat je dat zag. Ja, ja. En toen dacht je ook, dit is mijn verhaal. Dit klopt, dit klopt. En ik mocht dan opblijven voor Big Brother en mocht ook een stukje zien. Ja, omdat je dat wilde zien, hoe zij was. Omdat ik dan naar Kelly kon kijken. Heb je nog contact met haar? Ik heb af en toe nog wel eens contact met Kelly. Ja. Zij heeft hier ook ergens gewerkt, hè? Ja. Ja. Ja, those were the days, stond ze achter de ramen. Ja, nu af en toe wel eens een DM. En weet je, ik merk ook dat ze heel erg trots is op wat ik doe. Dat ze ook zegt van, ik ben zo trots dat je ook zo voor de community staat. Mooi. En dus als ik dat dan voor mensen zou mogen zijn, dan vind ik dat ook heel fijn. Mooi. Ja. En heb jij nog een favoriete kerstmuziek die je nu draait deze tijden? Ik heb wel echt bijna alle kerstnummers. Ja? Je kan ze allemaal uit je hoofd? Ja, ik denk dat ik echt 98% mee kan zingen. Nee joh, wat een hoop. Ja, dan ben je echt kerstfan. Ja. Nee. Dit is nieuw. Dit is nieuw. Nee, ik ben wat oud. I don't need to bring my stocking.
door de Noordpool. Ja, je kent het echt goed. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Echt Glennis Grace, move over. It's me. Wat wens je voor 2022? Dat echt iedereen gezond is. Ja. Gezond blijft. En dat ik alle mensen waar ik van hou echt nog mee mag nemen. Ik heb nu het presenteren dan gedaan. Ja. Ik zou daar echt heel graag mee verder willen. En wat zou je dan willen presenteren? Heb je een idee? Misschien. Ooit ben ik begonnen met Holland's Next natuurlijk zelf. Dus ik zou dat heel gaaf vinden. Wat leuk. Om te doen. Weet je, dat we dan Holland's Next weer op de buis brengen. Ja. En dat ik dat allemaal van presenteren. Als dat het cadeautje zou zijn wat ik voor kerst krijg voor het volgende jaar. Ja? Dan eet ik echt mijn schoenen op, denk ik. Oh, daar zijn we dan bij. Dan mag jij, als ik dat belletje krijg, dan bel ik jou. En dan ga ik samen met jou mijn schoenen opeten. We komen aan in het statige hotel. The Grand. The Grand, ladies and gentlemen. Dat is wel mooi. Ja, daarom. Kerst. Te gek, hè? We gaan naar mama. We gaan naar je moeder. Kom. Kom. Mondkapjes op, ja. Marissa. Daar gaan we. Antwoord Mark Rutte boos. Ja. Hoi, schatkei. Hoe is het voor u vandaag? Een bijzondere dag. Ja, bijzonder. Ik vind het heel spannend eigenlijk. Nu gaat echt de hele wereld ons boek lezen, ons verhaal. Kijk eens, het allereerste exemplaar van mij voor jou. Dit is hem. Echt zo gaaf. Hoe is het voor u als moeder als uw zoon, want u krijgt dan een zoon. Hoe is dat dan als uw zoon zegt, ik wil graag een meisje zijn? Wij zagen wel, toen ze geboren werd en Maaike er vlak achteraan kwam, zagen we wel dat zij veel meer trok naar de meisjesdingen. Maar ja, dat kan, hè. Wat ons kind ook wel, maar alle drie onze kinderen, wat ze ook willen, wat ze ook, waar ze ook heen gaan, wij gaan gewoon zorgen dat dat gelukkig stabiele personen worden. Maar ook dat moment dat Loïsa uit de operatie kwam, dat is echt het mooiste. Ja, wat jullie samen mee hebben gemaakt, dat je ging douchen. Ja. En dat je dan zei, ja, wat zei je toen? Ja, dat het klopte. Ja. Het lijf klopte. Het was zo bizar. En dat was echt het mooiste om te zien. Ja. Even staan. Oh, je wordt emotioneel. Oh, schatje. Ja, ja, ik vind het ook wel wat. Het is klaar. Het is klaar. Ga genieten vandaag. Dankjewel, lieve. Ik ga heel uit aangekomen. Ja. Ook niet onbelangrijk, hè, Mirjam? Ja, ik heb echt voorzichtig gereden, hoor. Het is crime hier. Het is vreselijk in Amsterdam. Ja. Dag. Doei.